De DVD-spelers uit onze test zijn allemaal onderworpen aan een wetenschappelijke analyse in een labo van internationaal niveau. Eens de DVD-recorders anoniem zijn gekocht en geïnventariseerd, volgt een gedetailleerde beschrijving van onder meer hun functies, aansluitingen en capaciteit van de harde schijf. Vervolgens doen de experts van het labo een hele reeks tests en metingen. Zo bepalen ze bijvoorbeeld het verbruik van de DVD-recorders aan de hand van een zeer nauwkeurig meetinstrument. Voorts meten ze ook hoeveel tijd de DVD-lader nodig heeft om te openen en te sluiten. Dat gaat immers niet altijd even snel. Vermits DVD's wel eens lichtjes beschadigd kunnen zijn, gaan de experts na of de DVD-spelers ze alsnog kunnen afspelen. Ze controleren ook of de DVD-spelers correct beelden weergeven van op een USB-stick. Omdat niet zo storend is als een zoemend apparaat, wordt ook het geluid gemeten wanneer de DVD-spelers in werking zijn. Erg belangrijk is trouwens het gebruiksgemak. Een van de elementen die beoordeeld worden, is dan ook de gebruiksvriendelijkheid van het menu. Bovenal moet een DVD-recorder natuurlijk een goed beeld voortbrengen. Bovenop de technische metingen wordt de beeldkwaliteit beoordeeld door een kijkerspanel. Al deze testresultaten vormen de basis voor een objectieve bepaling van de beste koop.